Goed, zoals jullie wellicht weten, ligt het treinverkeer in bijna het hele Gooi plat. 23 dagen geen treinen rond station naar de Bussum. Ja, en nu willen we vandaag eens even kijken hoe het gaat met de bouw van de Laurentiuskerk in Weesp. Die wordt gerestaureerd. Daar moeten we heen. Ja. Maar met het OV, volgens mij wordt het helemaal niks. Sjoerd neemt dan ook liever de fiets voor het parcours Hilversum-Weesp. Terwijl ik de voorkeur geef aan een reisje met het omgeleide openbaar vervoer. Trein en bus. De vraag is, wie is er sneller? Sjoerd weet het wel. Ik ben veel sneller. Ik denk dat ik van tevoren nog op het terras een drankje kan doen. Ik betwijfel het, maar ik durf de uitdaging aan te gaan. Wedstrijdje doen? Ja, is goed. Nou, let's go. Succes. 3, 2, 1, go. Go. Nou, we zijn begonnen. Sjoerd hebben we net ingehaald en ik ga bewijzen dat het OV sneller is. Game on! Jongen. Ben ik aan begonnen? Nou, ik ben nu 1 minuut bezig. Ik heb nu al warm. Dus ik ga even mijn jas aan. Flink doortrappen. Geen doen. Ja, en op zich is het nog wel bewolkt vandaag. Maar het is zeker niet koud. En ik moet zeggen, zo. Je wordt er best wel moe van. De treinreis verloopt voorspoedig, maar ook Sjoerd heeft een aardig tempo. Gaat best soepel. 30 km per uur. Vast sneller. Ha, daar is de bus. Weesp, het is in zicht. Ik kom eraan. En terwijl ik nog rustig in de bus zit, word ik opeens gebeld. Weet je wat ik ben? Nou? Ik sta in het mooie Weesp. Hij heeft gewonnen. Sjoerd zit al lekker op een terrasje, terwijl ik de laatste meters afleg. Oh, daar heb je het. Je bent er al! Gefeliciteerd! Stop de tijd. De fiets wint het van het OV in het Gooi. Zeker. Ruim ook gewoon. Wat drinken er maar? Ja, goed idee. 2 cola.